Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek ga ik illustratrice Sanne Telo interviewen, die dit prachtige boek heeft gemaakt samen met Sjoerd Kuiper. Een bijzonder boek? Ja, zeker een bijzonder boek. Ja, ik vond het een heel mooi verhaal meteen toen ik het las. Dus ik had heel veel zin om dat te illustreren. Ja, het boek valt ook mede op dankzij jouw illustraties. Het is blauw van kaft, heel erg opvallend. Oh ja, nou ja, zo is hoe ik illustreer. Dus ja, voor mij is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Je hebt het heel erg levendig getekend. Ben je ook op Curaçao geweest? Ja, ik ben speciaal voor het boek naar Curaçao gegaan. Want toen ik het verhaal las, ik wist eigenlijk heel weinig van Curaçao. En ik kon wel een beetje wat gaan googlen, maar dan heb je niet de sfeer. Je weet niet hoe de mensen gekleed zijn, hoe ze leven. En ja, ik wilde dat toch wel echt weten, want het verhaal gaat zo, vertelt zoveel over het eiland en ook over de geschiedenis. Dus ja, ik vond wel dat ik daar enige kennis van moest hebben voordat ik daar een tekening over kon maken. Was het voor jou moeilijk om bepaalde dingen uit het verhaal te kiezen om te tekenen? Nou, ik vond wel, ik wist dat er veel plaatjes in moesten komen, dus veel tekeningen. En ik wilde in ieder geval bij elk hoofdstuk een tekening. Dus dat had ik voor mezelf al bedacht. En daarna ben ik gewoon toch gaan zoeken. En omdat ik er eerst naartoe ben gegaan. En als je daar rondloopt, zie je, en je kent het verhaal, zit al in je hoofd. Dan zie je dingen en denk je, oh ja, dat ga ik tekenen. Dus eenmaal terug wist ik wel van, dat vond ik zo'n mooi beeld. Dat moet er echt in. Het is een heel serieus boek. Het gaat namelijk over slavenhandel. Schrok je daar niet van? Nee, ja, ik wist dat het bestaan heeft. Dus, en ik vind het eigenlijk heel goed dat er gewoon een kinderboek over is. Maar wel op een hele luchtige manier. Dat het gewoon een onderdeel is zonder heel zwaar te zijn. Maar wel dat je er kennis van neemt. En het hoort gewoon bij onze geschiedenis. En een beetje serieus kinderboek, ja, vind ik ook wel eens fijn. Hoeft toch niet altijd alles om te lachen te zijn. Het is ook een heel romantisch boek. En ik vind dat terug in de tijd vind ik ook iets geweldigs. Het is ook nog magisch, dus er zit zoveel in. Maak je eerst schetsen van je tekeningen? Of? Het hele boek schets ik uit en dan ga ik eerst overleggen met de schrijver en de uitgever. Of er nog iets moet veranderen, of het duidelijk is en of ze het ermee eens zijn voordat ik überhaupt mijn verf pak. Nu bestaat het boek uit meerdere genres eigenlijk door elkaar. Hij heeft iets heel unieks gedaan. Hij heeft genres gemengd. Was dat moeilijk voor jou? Of? Nou, ik vond het wel lastig om het een geheel te laten zijn. Hè? Omdat het zo in de tijd springt en ook nog andere genres. Wilde ik wel dat het één geheel bleef. En ik heb wel geprobeerd om dat zo te houden. Maar aan de andere kant was het ook wel heel leuk dat er een strip in zat om eens een striptekening te maken van wat is nou eigenlijk precies de essentie van een strip. Of vooral een mop. Mop illustreren, dat had ik nog nooit gedaan. Dit is wel een mooie kans voor je portfolio. Want je hebt met meerdere kinderboekenschrijvers gewerkt. Maar dit is wel dan een plusje erbij. Met Sjoerd Kuiper een boek maken? Ja, daar kon ik geen nee tegen zeggen. Nee. Ja, zo'n tijdreiselement past natuurlijk helemaal in de sfeer van de Kinderboekenweek. Raar maar waar. Jazeker, ja. Ja, er wordt ook heel vaak gevraagd van, kan het nou echt? Bent u ook onder de brug doorgeswommen? Ja. De mensen moeten het thuis maar lezen, hè? Het is ook iets voor volwassenen. Ja, ik vond het leuk om te lezen. Ik ben toch echt volwassen. Dus, Genoeg over de duik. Over je eigen werk. Jij maakt zelf ook prentenboeken? Ja, soms dan heb ik een eigen verhaal geschreven. En dan heb ik heel veel zin om dat ook te illustreren. Dus dat doe ik wel. Maar echt boeken, leesboeken schrijven, dat laat ik liever aan anderen over. U heeft het Vlag en Wimpel gewonnen. Was dat een eer? Ik vind van wel, ja. Ik vind het een eer dat uit al die boeken die er gemaakt worden, zoveel mooie boeken gemaakt. Ik vind het heel leuk dat het dan opvalt en dat mensen het waarderen. Ja, dat is uiteindelijk toch wel waarvoor je het maakt. Nu mijn laatste vraag. Wat is het leukste aan je vak? Het leukste is eigenlijk als ik een tekening heb gemaakt en ik moet er een maken en ik weet bij God niet hoe ik het ga doen. En dat ik dan aan het eind van de dag is het klaar en dan loop ik even naar buiten en dan kom ik weer terug. En dan de verwondering van, oh, het is gelukt. Ja, hij is goed. Ja.